Hallo iedereen, happy Feature Friday. Mijn naam is Leon. In deze Feature Friday gaan we het hebben over een waarschuwing in Sofia, namelijk te veel onderbrekingen of gaten binnen de buigzone, ook wel bekend als foutmelding 1504. Ik vertel u waarom u de waarschuwing krijgt en hoe u deze, indien gewenst, kunt negeren. Dus, wanneer krijgt u deze waarschuwing? Sofia staat bij kantonderdelen alleen gaten binnen de buigzone toe als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan. De diameter van het gat is kleiner dan 5 mm. De som van de diameters van alle gaten en sleuven binnen de buigzone bedraagt niet meer dan 10% van de totale lengte van de zetting. De som van de diameters van de gaten en sleuven binnen een lengte van 100 mm bedraagt niet meer dan 10 mm of 10% van die lengte. Voldoet uw onderdeel niet aan deze voorwaarden, dan krijgt u waarschuwing 1504 te zien. Laten we dat eens bekijken met twee voorbeelden. Voor het eerste voorbeeld ziet u een te kanten product met een lengte van 500 mm en 50 gaten binnen de buigzone. Volgens de tweede voorwaarde kan dit nooit door Sofia komen. 10% van 500 mm is 50 mm en de som van de diameters van alle gaten is 225 mm. 50 gaten maal 4,5 dus. Dat is aanzienlijk meer dan de toegelaten 50 mm. Voor het tweede voorbeeld nemen we nogmaals een te kanten product van 500 mm. Ditmaal staan er slechts 10 gaten met een diameter van 4 mm binnen de buigzone. Het valt wel op dat alle gaten dicht bij elkaar staan. Volgens de tweede voorwaarde zou dit geen probleem mogen zijn. 10 keer 4 mm is immers 40 mm, wat kleiner is dan 50. De toegelaten 10% van de lengte van deze zetting. Toch geeft Sofia een waarschuwing. Dat komt door de derde voorwaarde. Deze regel zegt dat in een zone van 100 mm de som van de gaten niet meer dan 10% mag zijn. Dus 10% van 100 mm is 10 mm. In deze zone zouden er dus maximaal 3 gaten met een diameter van 4 mm mogen zitten. In ons stuk zitten er wel 10, wat aanzienlijk meer is. Sofia toont daarom deze waarschuwing. Wij gaan er in de basis altijd vanuit dat het onderdeel zoveel mogelijk overeen moet komen met uw tekening. Daarom laten we Sofia narekenen of uw onderdelen maakbaar zijn binnen onze toleranties. Is dit niet het geval, dan dient u de tekening aan te passen volgens onze richtlijnen. Uitzondering hierop is waarschuwing 1504, te veel gaten binnen de buigzone. U kunt ervoor kiezen om de bestelling, ongeacht de waarschuwing, door te zetten door de melding te negeren. Ik zal u laten zien hoe u de melding negeert. Hieronder ziet u nogmaals een 3D-tekening die ik heb geüpload in Sofia. Rechtsbovenin wordt een foutmelding weergegeven. Klikt u op Lees meer en vindt een oplossing. Dan opent deze pop-up met rechts de foutmelding waarschuwing 1504. Daaronder staat een scherm waarmee u het probleem kunt oplossen. U heeft twee opties. Verwijder het onderdeel uit de bestelling of onderdeel toch kanten. U selecteert optie 1 als u weet dat vervormingen niet wenselijk zijn bij dit specifieke onderdeel. Daarna klikt u op OK en het onderdeel wordt verwijderd uit uw bestelling. U selecteert optie 2 als u zeker weet dat vervormingen wel zijn toegestaan bij dit onderdeel. Vervolgens dient u een vinkje te plaatsen om te bevestigen dat u begrijpt wat de mogelijke gevolgen zijn. Namelijk dat er afwijkingen buiten de normale toleranties kunnen ontstaan. Druk op OK en u ziet deze melding bij dit onderdeel staan. Dit betekent dat u dit onderdeel, ondanks de oorspronkelijke waarschuwing, toch kunt bestellen. Zo kan het product er dan uitzien. Tot slot heeft u de mogelijkheid om de waarschuwing bij meerdere onderdelen tegelijk te negeren. Om dat te doen, klikt u in het lichtblauwe venster op Onderdelen beoordelen. Dan opent deze pop-up. Links kunt u de juiste onderdelen en waarschuwingen selecteren. Rechts kunt u aangeven wat u met al deze geselecteerde onderdelen wilt doen. Verwijderen of toch kanten. Vink uw keuze aan en druk op Oplossen. En daarmee zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Feature Friday!